Hi tweeling, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 29. En dat is van maandag 18 juli tot en met zondag 24 juli. Zijn de kaarten schud om te kijken wat week 29 voor de tweeling gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof deze week een week is waarin er een overwinning is. Waar heel veel gezelligheid is en waar heel veel vrolijkheid is. En ik heb het idee dat je er helemaal in stort. Het is ook echt een stuk wat je super fijn vindt, wat je super veel lol aan hebt. Wel is het zo voor mijn gevoel. Het is misschien aansluitend aan een bepaalde periode waarin er een bepaalde drukte is geweest. Waarin er veel gezelligheid dus ook is geweest om het af te sluiten. En eigenlijk op dat moment aansluitend kan het ineens een beetje dat je zijn dat je in een gat valt. Dat je ineens denkt van ja, het is nu klaar. Het is natuurlijk zo dat het een soort project is geweest of een bepaalde afsluiting is geweest. En je mag daar ook gewoon even wat de rust voor nemen. Weet je, die drukte die gaat wel weer komen. En ik heb het idee dat juist na deze drukte van het begin van de week je ook best wel even de tijd mag nemen om over de dingen na te denken of nog zelfs wat na te genieten. Het hoeft niet altijd helemaal gespannen te staan om het zomaar te zeggen. Het kan wel zijn dat je er echt even over na moet denken van ja, moet ik nu niet heel snel aan de slag? Nee, ik zou zeggen, laat de boel even lekker op je inwerken. En volgende week is het weer vroeg zat om eventueel aan iets nieuws te gaan beginnen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.